Laurens Pannekoeken haalde vandaag niet de A-finale in de K1 1000 meter. Hij werd doorverwezen naar de B-finale. Sportien sprak met hem na zijn wedstrijd. Je hebt je niet kunnen kwalificeren voor de A-finale vandaag. Is dat een ontgoocheling? Ja, natuurlijk hoop ik mijn plaats in de A-finale. Dat was een doel. Maar het is niet gelukt. De rest was de helft snel. Minder snel gevaren. Ja, was straf vandaag. Maar ja, hier was hier nu geen specifiek doel. Het enige doel voor ons is de wereldkampioenschap Milaan in augustus. Dat is nu dat het dicht. En ik hoop morgen nog een goede B-finale te varen. En daar een mooie plaats te behalen. En had je het gevoel dat er vandaag meer in zat? Had je het gevoel na de ochtendsessie dat je wel zou doorstoten naar die A-finale? Normaal zou ik zeker een A-finale moeten kunnen varen. Als ik, ik ken de atleten heel goed wel meegedaan. En normaal gezien ben ik wel waard om A-finale te varen. Maar vandaag was het niet. Die was sneller dan mij. En ik was niet snel genoeg. Wat er meer in zat, dat weet ik niet. De wedstrijd voelde ik niet slecht aan voor mij, maar ik was te traag. En je vaart deze week ook nog de 5000 meter. Wat verwacht je daarvan? Ik hoop daar toch, toch zeker een top 10 plaats. Ik hoop daar een mooi resultaat neer te zetten. Een goede wedstrijd te varen. Het hangt altijd een beetje af van de tactische beslissing wat er gebeurt. Zal zeker heel snel gevaren worden. Ik hoop daar eens van voor te eindigen. En hoe vallen de omstandigheden mee in Baku? Hoe bevalt het in het atletendorp bijvoorbeeld? Ja, de organisatie is heel goed. We zijn hier een atletendorp gebouwd, alleen voor de kajak. We zitten op 350 kilometer van Baku zelf. En dat is allemaal dikke nat. Het is een heel grote investering, alleen voor de kajak. De wedstrijdbaan is ook redelijk goed. Ik denk wel dat er stroming zit, want de tijden zijn enorm snel. Er is vandaag een wereldrecord gevaren door de Duitser Max Hof, 3:21. En dat is heel snel. En iedereen vaart heel snel weer. De B-finale van Laurens Pannekoeken is morgen live te volgen op Sport 10.